Oh my god, mensen, ja, dat is al lang geleden. Dus zeggen we. Goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is Pippi Blee. Hey, maar dat is al lang geleden. Nieuwe dag, nieuwe. Rommelmarkt, beurs, vlog. Of ja, ik weet niet hoe dat moet gaan zeggen. Maakt niet uit. Lang geleden, hè, mensen. Momenteel is Razor Reel aan de gang. Razor Reel 2024, wat dan we nu dag 4 zijn. Vandaag zijn er geen films dat ze spelen, maar het is dus een filmbeurs en ook de Rommelmarkt is daar ook. En we gaan er een keer naartoe gaan. Het is al een tijdje geleden dat ik een keer geüpload heb, maar gisteren was ik op Razor Reel en er komen in één keer twee jongens naar mij en ze gaf mij een hand en zeiden ze, ja, we zijn eigenlijk wel echt fan van u, we kijken naar al uw video's, we hebben zelfs naar de podcast gekeken en we vinden het spijtig dat het al lang geleden is dat je een keer geüpload hebt en hoe komt het en dit en dat en de reden is gewoon omdat ik misschien niet gemotiveerd was. Ik heb ook een tijdje, weer 2-3 weken, dat ik mij slecht voelde naar mijn hart, want iedereen weet het waarschijnlijk, of voor de mensen die het nog niet weten, ben ik hartpatiënt. En ik heb me gewoon een week of 2-3 echt slecht gevoeld, dat ik dacht van, is dit het einde? Het was echt niet plezant, maar maakt niet uit, het is weer gedaan. Het is een beetje van komen en gaan met die problemen met mijn hart. Het is super ambetant, maar het is voor de rest van mijn leven niet aan te doen. Het was zo lieve woorden dat ze aan het zeggen waren tegen mij. Het was gewoon, ik weet het niet. Soms zijn misschien de mensen dan een keer nodig voor gepusht te worden van, come on, je bent goed bezig, doe voort. Ik weet het niet. Ik was er echt over aan het nadenken. Zo van, er zijn toch mensen die eigenlijk wel echt appreciëren dat ik video's maak. Kijk, aan de twee jongens die er waren, vrijwel bedankt voor de steun en voor de schone woorden dat Hulde gezegd hebt. Moest ik uw naam weten, ik zou het zeggen, maar ik weet het gewoon echt niet, want ik ben eigenlijk een beetje onbeleefd geweest. Ze zijn tegen mij van, ze zijn al die schone dingen gezegd, maar ik heb nooit onder naam gevraagd en het is een beetje onbeleefd, dus sorry daarvoor. Maar alleszins, vrijwel bedankt voor de mooie woorden. Goed! Dus we gaan er een leuk dagje van maken. Kijk, er wordt gebeld aan de deur en we gaan nu vertrekken naar de filmbeurs van Razor Reel. Let's go, yo! Voilà, zie mensen! En ondertussen zitten we in de auto. Ja. En weet u wat er hier is? Die heb je nog nooit gezien. Voilà, Nick! Hey! Hallo! Voilà, dus Nick heb ik vorig jaar leren kennen, eerst op Razor Reel, omdat er een mega slechte film aan het spelen was. En het was eigenlijk ik en zijn vrouw die hem mega slecht vonden en al de rest van de zaal vonden hem fantastisch. Dus eigenlijk heb ik meer connectie met zijn vrouw dan met u, sorry. Fuck off! Ik heb hem toch nog een keer ontmoet op een rommelmarkt en zo is er zo'n mini-band ontstaan, zo een rommelmarktband. In plaats van een vriendschapsband is het een rommelmarktband. Maar nu zijn we elkaar weer tegengekomen op Razor Reel. Op het filmfestival en we zijn zo aan de praat geraakt en ik dacht dat hij in Ardooien woonde, maar nee. Hij woont godverdomme 500 meter van mijn deur. Rooselare, ja, godverdomme. Dus ja, ik heb nu eindelijk een movie buddy gevonden in Rooselare. Party! Dus we gaan naar de beurs van Razor Reel, de filmbeurs. Achter waar ze op zoek. Ik ben op zoek achter wat movie stuff. Zijn VHS-cassetten? Hij is een VHS-verzamelaar. Voor de jonge kindjes die nog niet weten wat VHS is, dat zijn videocassetten van vroeger. Als je het nog niet weet, zoek het op. Check het uit. Ja?
Ja, oude horrors, hè. Oude horrors. Ja, voor ze is wel dat oud is. Het is op VHS. Ja. Ja. Hey, dude. Het is dat niveau van video. Hey, ten aan net wat, hè. Dus ja, het is nu momenteel 9 uur 28. Is dat juist? Ah, ja, ja, ja. Het is aangepast al. Heb je dat zelf moeten aanpassen, of komt dat... Moet ik een uitlaan geven of een ja, nee, maar is dat ja, automatisch? Automatisch. Ah, automatisch. Ja, wow. En mijn Opel Corsa moet ik dat nog zelf op de knoppen duwen. Ja. Sorry, we kunnen allemaal niet zo modern zijn als Nick. Nick. Dus ja, Nick is ook een zanger. Nick is zanger. Oh. Ah ja, kijk, reclame maken. Voilà, dat is de band. Issues. Ah, ik dacht dat Echoes was. Maar ja, het is Echoes ook. Ah, ja, dacht al. Moeder man ook een grapje. Ah, oké. Okay. Het is Echoes of Volt. Moest u nog goede grapjes zijn? Zo dan la, 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 la. Ja, dus Echoes Unfold. Ja, dacht dat niet Unfold. Nee, Unfold. Echoes Unfold. Check het uit op Facebook. Check het uit op Facebook. Het is niet normaal goed. Ik heb er nog nooit naar geluisterd, maar ik zeg nu al. Het is. Oh, reclame. Ja, het is echt top. Dus echt, en hoe dan ze optreden, het is overdreven. Echt waar. En een keer dat je dat gaat zien... Run! Oh, jongens, dan. Bye-bye. Zit hier zo de schietstoel in. Toen het hoor. Dat is nog niet bij de rode knop. Dat moet mij instellen. Ja. Ja, maar ik heb het zelf nog niet gehoord, ik ga zelf een keer moeten... Oh, shame on you. Ja, jongen, ja. Fuck that. Ja, maar ik ben ook niet zo'n music man, ik ben een movie man. Maar hij zei alle twee, hij zei music en... Ja. Ja. Ik luister wel graag naar muziek, maar ik ken er niks van. Ik ken niks van titels, ik ken niks van zangers, zangeressen, ik ken er niks van. Maar ik ken mee, dat is bijzonder. Ja, ja, ik ken u, ja. Ik heb er nu al spijt van. Dus ja, allez, we gaan naar Brugge. Let's go! Bye bye! Nee, ja, hij kijkt mijn video's niet. Hè. Het is let's go en hij zegt dan yo. Dus let's go! Yo! Nee, maar het is mijn. Nee, let's go! Yo! De O moet op. Weet dat? Oh, jammer. Ja, maar ja, serieus, ja, maar ja, het is een beetje zanglessen ook. Let's go! Let's go! Yo! Yo! Ja, is het nog voor vandaag eigenlijk, of Allee, ja, ik weet niet. Ja, juist eens even pak af. Ah, salut! Voilà, zie mensen. En ondertussen zijn wij toegekomen hier. En het is nog 5 minuten al. Het is nog niet open, hè. Nee. Dus Oh ja, maar we gaan wachten. We gaan eerst de beurs doen, hè. Mm. Oh, rookt hij sigaar? Denk. Kom hier dan weer. De cigar man. Ja, goed. Nu leer je me kennen, hè? Ja. Nee. Dat is goed dat het geen pijp is. Dat ik moet zeggen. Nou. Die duur hoor. Nick de pijper. Oh, fuck off, jongen. Ah, de boekjes staan erop. Wat? De boekjes. Je wil boekjes zien. De boekjes? Boom. Boombeurs, hè? Ah, ja. Maar dat was toch maar vanmiddag? Dat was toch maar ten tweeën? Nee. Jawel. Stond erop van 14 uur. Maar ze zijn aan het opzetten, hè? Hey. Ja, man. Hey. Fijn dat ik alleen nog had, hè? Vriendschap, salut. De eerste aankoop is al gebeurd. Voilà, zei. Het is dan een boek. Een boek, zei. Hier. Oh. Hola. Children of the Corn. De Satans kinderen. Allee. Dank u. Is dat erotisch bedoeld voor u? Of? Nee, voor het toilet.
Voilà, zie. Juist buiten gekomen met de beurs. Een paar Blu-rays gevonden. Een 4K gevonden. Een paar posters gevonden. Maar ik ga dan thuis wel allemaal tonen wat we gekocht hebben. Voilà, we leggen dat hier. En dan gaan we naar de rommelmarkt. Dat is het volgende. Zie het nog een beetje zitten? Nick. Ja. En nog een zuigstokje nemen. Ah, een sigaar. Ja. Jij bent de sigaar. Kom jongens, we zijn weg. Had nog een echt worden. Allee, let's go, you. Mensen, en ondertussen zijn we dus weer thuis gekomen. Ja, ik heb wel een paar leuke dingetjes gevonden zo, voor in de movie room. Het was een goede beurs van Razor Reel. Het was gewoon wel spijtig dat er niet zoveel stond met films. Dat was, het was meer boeken. Maar het maakt niet uit. We hebben toch leuke dingen gevonden. En we gaan nu een keer tonen wat we allemaal gevonden hebben. Hè. Goed. Het eerste dat we gevonden hebben, of dat ik gekocht heb, was een 4K. Dat is Civil War. Dat was €25. Dat is eigenlijk wel een koopje, want bij Mediamarkt staat hij €40. Dus dat is dikke in orde. Civil War, nog niet gezien op 4K. Dan de volgende was 3 voor €10. Dat was hier The Color Purple op Blu-ray van Steven Spielberg. Dan hebben we nog The Mask of Zorro op Blu-ray. En nog een film dat ze bij de Movie Matters podcast besproken hebben. The Descendants. Is het zo? Ja, The Descendants. Voilà. En dan hebben we ook nog 3 posters gekocht. Ga ik even tonen. Oké. super blij mee. De eerste poster is een film dat ik enorm goed vind. Ik weet niet of je van veel mensen hem gaan kennen, maar dat is dus deze film hier. It's Beethoven from Hell en de film noemt Man's Best Friend. Het is wel een beetje een grote poster, maar super blij mee. Normaal was het €15 per stuk, maar we hebben hem kunnen afbieden, want onze goede maat Nick heeft er ook 3 gekocht. Dus ik zei ja, kijk, we doen ze alle 6 mee voor €60. Ja, dat gaat niet, bla bla bla. Ik zei ja, ik doe ze voor €10 per stuk mee, anders doe ik gewoon niks mee. En een beetje onder druk gezet. En het is natuurlijk wel weer eens gelukt. Voilà, dus de dien, Man's Best Friend. Dan hebben we nog een poster gevonden van Blade, de eerste originele poster. Echt de max. Voilà. Ik ben super, super blij mee. En dan hebben we ook nog, vlug in de krotrol. Ziet, ik doe mijn eigen special effects qua muziek. Ja. En dan de volgende die nu ook zeker aan was The Rock. De Max, super blij mee. De Max van de film. Een, voor mij een van de beste actiefilms die er gewoon bestaat. Zo simpel is het. Voilà. Mensen, dat was het ongeveer. Ay, ongeveer, dat was het. Ik zou zeggen, allemaal bedankt om te kijken. Ja, het is eigenlijk wel een keer plezant om nog een keer een video te maken. Laat alles eens een keer wat leuke reacties achter. Bij de reacties natuurlijk.
En like het als je geestig vond. En als je nog video's wil zien, laat het mij een keer weten via Instagram of zo. We gaan het wel allemaal zien wanneer dat we nog een keer gaan posten. Maar voilà, dat was het. Bedankt om te kijken. Like de video, abonneer op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer voor een nieuwe dag, voor een nieuwe video. En dat gaat, weet ik veel wanneer. We gaan het wel zien. Ah ja, salut. Yo!